Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven de Noordzee en die trekken vanochtend van west naar oost over het land. En daarin verscholen zitten een paar buien. De temperatuur vanochtend 7, 8 graden en de wind is vanuit het zuidwesten matig boven land aan zee. Vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag draait de wind naar het westen. Temperatuur loopt op naar 10 tot 11 graden en het blijft wisselend met zon, wolken en een enkele bui. En vanavond vallen de buien vooral aan de kust. Verder landinwaarts blijft het droog en klaart het op en daalt het kwik naar 5 tot 7 graden. En vannacht gaat het aan de grond licht vriezen. Morgenochtend is het koud, maar in de middag loopt de temperatuur weer op naar 10 tot 11 graden. Het is licht wisselvallig met geregeld zonneschijn en af en toe een enkele bui. En de wind waait vanuit het westen. Na het weekend hebben we ook nog met licht wisselvallig lenteweer te maken. Het ziet er niet slecht uit, want de zon schijnt geregeld. Er is nog wel kans op een bui en er zijn wat wolken. Maar de temperatuur gaat geleidelijk aan omhoog richting de 12 graden op woensdag. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.